kijk nou even, er staat hier alleen maar bakken. Pak maar, dan moet je vooral mij net hebben. Ik voel me helemaal thuis. Dit is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op drie pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd gaat deze week tussen Groningen en Friesland. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Ja, nou ja, Joost is als goed is inmiddels aangekomen in Groningen. Ik sta in Leeuwarden. Ja, je kent het verhaal. We moeten een activiteit, een eetplek en een slaapplek. Het is nog vroeg, dus ik zeg laten we gelijk weer beginnen met de activiteit. En ergens een hapje eten. En wellicht kunnen we bij haar slapen. Nee, niet. Dan komen we later op. Eerst een activiteit regelen. Ja, het is vandaag de strijd van het Hoge Noorden. Het is Friesland tegen Groningen. En toen Martijn in Friesland zit, ben ik hier in deze prachtige studentenstad. Dus ik denk ook dat ik het vandaag gewoon weer van de studenten moet gaan hebben. Mag ik je wat vragen? We zijn voor een dagje in Leeuwarden. Wat moeten we nou echt gezien of gedaan hebben voordat we weer weggaan? Moet je even op de Aldehove klimmen. De Aldehove? Ja, dat is een mooie scheve toren. Gaan we daarheen? Okay. Dank je vriendelijk. Is het lekker? Ja? Ik kan hier uren blijven ook. Ja, ga ik ook doen. Ik ga nergens meer heen. Ik kan gewoon deze bakjes meenemen, toch? Oh, nog kaas ook hier, joh. Zijn ze gul hier in Leeuwarden? Kijk nou even, er staat hier alleen maar bakken. Pak maar. Dan moet je vooral mij net hebben. Ik voel me helemaal thuis. Nou, kom dan niet kut te horen. Doen jullie wie is guller? Juist, dat doen we vandaag. Nice. Ja, toch? Ja. Ja. Dus, jij bent een echte Groninger. Nee, mijn moeder woont hier. Ja, je moeder woont hier. Ik woon daar om de hoek. Jij woont maar om de ik hoek. Kan ook wel je telefoonnummer of zo. En als jullie dan vanavond geen slaapplek hebben, dan kan je mij bellen. Ik kijk die aflevering. Wat ben jij een kleine baas, ouwe. Laten we dat doen. Hoe heet je? Noël. Dankjewel, man. Later. Wat een ontzettend fijn mannetje. Dit is de Martini-toren. Dat is het bekendste kerktoren van Groningen. Shit, je moet hier een muntje voor hebben. Verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Groningen. Kijk eens. Er gaat niks boven Groningen. Maar de vraag is dat ook echt zo? Ik wil graag niet gefilmd worden. Dat wil ik ook niet. Ik moet het toch echt op een andere manier gaan regelen. Ja, laten we gewoon met heel veel mensen vragen of ik mee mag. Toch? Dat is het enige wat ik kan doen. Hoi, hoe gul zijn Groningers ten opzichte van mensen uit Friesland? Ik weet niet waar Friesland ligt. Ik kom hier niet vandaan. Maar jij wel dus? Ja, jammer genoeg wel. Heb jij zin om wat leuks met mij te doen? Ik heb alleen geen geld. Wat dan? Dat weet ik niet. Jij kent Groningen beter dan ik. Als jij zegt, nou, dit is superleuk om te doen. Of je zegt, nou, die Martini-toren die moet je hebben beklommen. Dan ga ik met je mee. Ja, stop doen. Top. Ga je ook mee? Ja. Gezellig vriend, weet je? Giorgio. Giorgio. En jij bent? Shanique. Shanique. We hebben het gefixt, ouwe. We gaan de Martini-toren op. En dat is waarschijnlijk een must-do dingetje hier in Groningen. Bla, 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 bla. Ik hoop dat ik een mooie uitzicht heb dan Martijn. Oké. Ja, het staat scheef hier. Goedendag. Iedereen die ik vraag van wat moet ik hier nou doen, die zeggen allemaal je moet hier heel eventjes naar boven zijn geweest. Zouden wij misschien eventjes boven een klein kijkje mogen wagen? Dat jullie al de promoten, vind ik wel een tegenstander. Nou, daar is deze man voor. Dit, jongens, dames en heren, als je ooit naar Leeuwarden gaat, kun je de Oldehove niet missen. Wow, zo, oké, dat is glas. Aha. Nou, wat mooi, hebben we dit ook weer gezien. Kom, we gaan weer naar beneden. Nog 2 kilometer, jongens. Kosmisselijk, joh. Zo, hoe is het? We waren bij een topje. Nou, dat is heel goed nieuws. Zo, super thanks dat je dit bij mij wilt doen. Of het echt heel leuk is, dat twijfel ik. Is dit het hoogste punt? Is dit het? Is dit het hoogste puntje? Nou, je ziet wel heel veel. Nog een potje. Echt, jongen. Ah, ik vond het wel meevallen. Ja, dit is krapjes, hè? We zijn er. Oeh. Als je heel goed kijkt, dan zie je ergens dat kale plekje op Joost's hoofd. We zijn er. Cherise, het was niks voor niks. Lekker bezig, man. De allereerste keer boven de Martini-toren en ik ook. Ik heb wel een hele mooie geschiedenis die we over gaan vertellen. Dat is natuurlijk wel gewoon een vet uitzicht. Ja. Groningen 1, Leeuwarden. Ja. Heren, zitten jullie lekker een drankje te drinken? Ja. Kunnen jullie me ergens mee helpen? Bestellen. Ja, mag ik hier wat bestellen? Ja, man. De cameraman ook. Oh. Hoor je dat? Ze willen gewoon voor ons eten betalen. Dat is niet misselijk. Maar als je wil, mag je van me mee eten, hè? Zo ben ik dan ook weer wel. En we zoeken nog een slaapplek voor vanavond. Ja. Ja. Bij mij is niet zo heel handig. Oké. Okay. Vanavond misschien ook nog plannen. Dus... Wat ga je doen dan? Ja, misschien ergens wat drinken of zo. Dan kunnen wij toch gezellig mee? Ja? Nou ja, we zijn hier nu toch. Zouden wij misschien nog een biertje mogen van het huis? Voor mij wel. Ah, oh, wat lief.
Ja, laat een oproepje plaatsen. Ga ik even vragen of iemand slaapplek voor ons heeft. Dag, lieve mensen. Geen gasten hier. Wij zijn in Leeuwarden en we zoeken nog een slaapplek voor vanavond. Laat even in zijn Instagram weten en misschien slapen vanavond stellen bij jou op de bank. Ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe het met jou gaat, Joost, in Groningen. Het begint bijna donker te worden. Het is etenstijd. Ik ga een hapje fixen. Hoi, goeie avond. Hi. Zou je mij kunnen helpen met wat eten? Maakt eigenlijk niet uit, want je kan missen, want ik heb helaas geen geld. Ik maak wel wat voor je, ja? Fantastisch. Kijk eens. Dankjewel. Smakelijk. Nou, even eerlijk, hoe gril is Groningen? Dat is de eerste die ik vraag. Heel gril, want het gaat ontzettend makkelijk. Mm. Eet smakelijk. Uh-oh, uh-oh. Ik zie biertjes. Hé jongens, op jullie. Ah, nee. Hier gasten? Ja, jongen. Voordat jullie nog een slaapplek zoeken. Wat heb je in aanbieding? Ik heb sowieso 3 slaapkamers. Ja? We hebben dan onze eigen kamer. Je hebt zeker je eigen kamer, toch? Nou, dan ga lekker zitten, zou ik zeggen. Dan gaan we dit eventjes bespreken. Proost. Ja. Deze mooie avond. Deze mooie avond. Mag ik u snel wat vragen? Ik ben namelijk aan het onderzoeken wie er gullen zijn. Zijn dat mensen uit Friesland of Groningen? Dat durf ik niet over te oordelen. Nou, Groningen doet het best wel aardig al, moet je vertellen. Het enige wat ik nodig heb is een slaapplek. Zou dat bij u kunnen? Ik pak zo de auto naar mijn zus. En ik heb geen telefoon, anders hou ik... Serieus, ik kom net van de Vodafone-winkel. Ja? Als je zou willen bellen, dat is geen probleem hoor. Wat gaan we dat doen dan? Ik neem uw nummer en dan zo meteen bel ik u. Ik heb geen telefoon. Ah ja. Maar hoe gingen we het dan doen? Ja, precies. Dus daar zit ik even over na te denken. Ik heb wel mail, want ik heb een hele oude laptop thuis. Oké, okay, ik kan mailen. En dan moet jij je vermaken tot uur of, nou, 10. Top, hoe heet je? Ja, ik ben Kieke. Hoi Kieke, Joost. Wat gaan jullie doen dan? Ik denk biertjes drinken. Heb je een lamp thuis? Nee, ja, ik probeer het rustig aan te doen. Mag. Maar, ja? Oh, dan zou het wel eens uit de hand kunnen lopen. Nou, tot vanavond. Wij hebben eigenlijk vrij spel en kunnen nu gewoon lekker Groningen gaan ontdekken. Tot zo! Voordat wij zo meteen veel te lam gaan worden, dacht ik, ik kan beter eerst even een mailtje sturen. Dus ik heb gestuurd. Hey Kieke, superleuk dat we bij je mogen slapen. Als je adres wilt mailen, zorgen wij dat wij er rond 10 uur zijn. En nogmaals, je bent een held. Groetjes Joost Krijma. En verzenden. Tijd voor bier, jongen. Mag jij wat vragen? Ik ben heel kort aan het onderzoeken wie er gullen zijn. Zijn dat mensen uit Groningen of Friesland? Jij gaat natuurlijk Groningen zeggen, dat weet ik. Ik heb alleen nog 3 uur te overbruggen. Het zou wel gezellig zijn om dat met een biertje te doen. Ik heb alleen geen geld. 2 pilsjes? 2 stuks? Ja toch? Ja, dan mee. Ja, hoor. Lekker man, topper. Ja, thanks. Oh, sorry. Ja, sorry. Kijk eens. Dankjewel man. Deze voor jou. Proost vriend. Op Groningen. We hebben zojuist doorgekregen dat we geen schone handdoeken bij onze gasten hebben. Dus we gaan proberen dat nog eventjes bij de HEMA te halen. Ik jou het vragen. We zijn de gulheid van Leeuwarden aan het testen. En toen dachten wij, nou, de HEMA is vast wel zo gastvrij om ons te helpen aan 2 schone handdoeken voor morgenochtend om te kunnen douchen. Ja, oké, wil ik wel even meedoen. U wilt er aan meedoen, fantastisch! Hey, alsjeblieft. Dank u vriendelijk. Jongens, veel plezier. Dit vind ik wel echt een overwinning. Hey vriend. Hey lieve. Zie je deze grote glimlach? Ja, ik zie ook een hele grote glimlach. En een heel groot ook. Ja, jij hebt het ook wel goed voor elkaar daar, hè, in Leeuwarden. Ik heb over 3 uur een slaapplekje. En vind jij het gezellig om met mij een biertje te doen? Heel gezellig. Lijkt me ontzettend leuk om met jou een biertje te doen. Nou, ik loop nu door. Is dat goed? Doeg! Hey, dat is... Ik dacht dat wij een biertje gingen doen met elkaar. Ja, dat is prima. Ik heb alleen geen geld. Nou ja, ik bel. Ja? Was goed. Partypossie, toch? Ja, maar we gaan die kant op. Dan gaan we echt lekker richting. Moet die even een leuke naam hebben? Ghetto Fabulous? No. Die komen er wel op terug. Trouwens, doe maar een biertje. Ja, zo vind je hier, hè? Yes! Nou, we gaan shotjes hier doen. Ja, toch? Ja, let's go. Ah, dat kan. Jongens. Zit er nog eens naast je. Hé, hey, wat gebeurt hier dan? Moet ik dit gaan drinken? Welkom bij zijn dood. Ja, wat zit er weer? Tijdje omhoog, even keer diep inademen. Let's go. Oh, gozer, wat is dit? Ja, ben je helemaal gek geworden? Dit is een tsunami. Ja, dit voelt ook als een tsunami. Nou, krijg je nog een applaus? Of, zou ik mijn lamp? Waar gaan we heen? Hebben jullie zelf eens de volcano gehad? Nou, had je bij moeten zijn. Ik zit meer te denken aan een kopstootje. Ik zit meer te denken aan een pitcher. Laten we een kopstootje doen. Och man. Ja, yes, dank je. Op Groningen. Cheers. Oh, je moet een artem... Ja, kopstoot. Trekken. Nee, kopstoot is hier neefje met een biertje. Trekken. Ik ben te gast, dus ik doe mee met de regels. Ik kan alleen niet atten.
Dat kan ik wel. Okay, ja, ik ben 5,5 liter halen voor je. Die gaan we even trekken. Had jij verwacht dat ik hier 9 zeggen? Ja. Dan probeer scheppen, eerst scheppen. Even. Dit is vals spelen, ouwe. Nee, schep, schuim. Dat hoort erbij. Jullie zijn echt bierbarbaren. Sorry hoor, maar oké. Okay. Proost. Ja. Meedoen is belangrijker dan winnen, als je maar opmaakt. Wijze woorden hier zo. Rijk Hofman. Ja, hey. Ja. Ik kan niet heel veel doen, maar... Je gaat mij nu gewoon geld geven. Ja, ik ga nog even drinken. Zie ik er zo zwerverig uit dat ik... Nee, ik wil jullie verdienen. Nee, laten we deze in je zak houden en dan gaan we naar de volgende tent en dan doen we daar een drankje. Ik kom net van de studenten vandaan. Ik heb mijn tijd een beetje gedood en ik heb een mailtje gekregen van Kieke. Je kan nog steeds bij mij slapen, kom 9:45. Het is nu 9:45 en hier moet ik zijn. Ik heb me wel een beetje ingehouden qua drank. Cheers. Volgens mij is dit 11A. Dit is 11A en dat is 11, dus ik sta bij de verkeerde deur. Ik had minder moeten drinken, man. Hier moet ik zijn. Kieke, daar zijn we. Gedaan. Ja, wij hebben wel een paar biertjes gedaan met dat leuke Groningse studenten. Wat fijn dat wij een slaapplek hebben. Dus wij mogen samen in de woonkamer lekker pitten. Ja. Moet je morgen vroeg op? Nee. Dus morgen gezellig met z'n drie aan de ontbijttafel. Ja hoor. Yes, ja. Yes. Kijk eens, we krijgen ook nog 2 biertjes. Hé, hey, ik krijg in de algemene gierige gasten Instagram, zeg maar DM-chat, zie ik dat Martijn... You want my future? Aan het karaoke is. If you wanna get with me, better make it fast. When you think about that, now you know it's real. Je wil nog even eten, schat? Met z'n allen! So you wanna be my lover. So you wanna die in Hollywood. Dat was lekker, dat was lekker, dat was lekker. Het is mooi geweest. We gaan naar huis. We moeten morgen echt heel vroeg op. Ik ga met jou mee. Yes. Dus hier gaan we slapen vanavond. In de ghetto van Leeuwarden. Zijn we wel veilig? Moeten we de deur niet even heel goed op slot zetten? Nou, nah, we hebben zeggen getroffen, kan ik je vertellen. Ja, echt? Nee. Wow. Nou, het is tijd om onze slaapplek te creëren. Er is een matras. Het is onderhand 00:30. We hebben ontzettend gezellig lopen beppen. Maar het is nu dan ook echt tijd om lekker te gaan slapen. En dan zien we morgenochtend gewoon weer. Mijn hoofd. Is het tijd om uit te checken? Ik heb wel eens beter gevoel, man. Zo, hallo. Ben er. Komt een driekant hier, joh. Teringhei. Ja, we zijn wakker, we zijn wakker. We moeten heel optief terug naar Amsterdam, jongens. Goedemorgen. Wat worden we ontzettend goed verzorgd, jou, Kieke. Nou, graag gedaan. Dankjewel voor het ontbijtje. We hebben ook best wel lekker geslapen. Mooi. Ja. Nou, jullie waren ook gezellig. Ja, en we hebben ook geen haast, dus ik zit hier nog wel gewoon even lekker aan de ontbijttafel. En dan gaan we gewoon weer zo meteen weer verder. Mm-hmm. Fucking bedankt voor de gastvrijheid en teringzieke kater. Wij gaan op hier in nood zitten. Zin in. Kieke? Ja. Mag ik een knuffel geven? Ja, zeker. Dankjewel voor de gastvrijheid. Graag gedaan. En lekker ontbijtje. Dat was hem dan weer voor Groningen. Ik moet zeggen, ik vind de mensen in het Groningen ontzettend gul. Maar goed, ik heb ook even met Martijn gesproken. En die heeft mij verteld dat het in Friesland eigenlijk allemaal net zo makkelijk ging. Dus jullie mogen bepalen wie er gewonnen heeft. Zijn dat de mensen uit Friesland of uit Groningen? En voordat we afsluiten, wil ik eigenlijk nog één keer een momentje inbouwen om nog één keer te kijken naar alle prachtige noten die Martijn hier had mis is. That's the way it is, my friend.